Vandaag zijn we in het zuiden des lands. We zitten in Den Bosch. Wij gaan weer meedoen met de KLM Urban Trail Runs. En wij gaan dus dwars door gebouwtjes heen. Wij gaan alles filmen in de kroegen, in de cafés en in de bioscopen. Wij gaan zien hoe het hier aan toe gaat. Ik ben hartstikke benieuwd. Kom even mijn startnummer ophalen. Ja. En wat is? Dat is nummertje 233 Jan. We hebben ons startnummer binnengekregen. Het is nummertje 233 geworden. En we gaan hem nu even opdoen. Wij genieten nog even van een bakje koffie voordat de run begint. Wij zien elkaar bij de start nu. We zijn bij de start. Het gaat nu beginnen. De KLM Urban Trail Den Bosch. Zonder blessures deze derde editie van de KLM Urban Trail Den Bosch.
Nou, het eerste gebouw zijn we alweer binnen. De zonnebril kan af. En prachtig. Pianootje, tafeltjes, kroegje. Heerlijk. Gezelligheid hier. Nou, we gaan eens even kijken welke volgende plekken we allemaal nog meer aan gaan doen. Yo!
aangekomen bij het volgende pad. Pool Café Corner. Pak het. Nou, ze zijn hier nog steeds heerlijk aan het poelen. De renners zijn zelfs aan het poelen. Wat een gezelligheid, jongens. Het is één groot feest hier. Nou, prachtig even om te zien. Al dat gepoel onder al die renners. Wij gaan nu even weer een stukje door. En gas. Thank you.
Ach kijk, de muzikanten zijn er ook weer bij. Heerlijk, een beetje muziek. Ik zie deze muzikanten vaker bij de KLM Trails. Dus volgens mij zijn ze hiervoor ingehuurd. Brabants Historisch Informatiecentrum. Ja, klopt. We zitten op 3,1 kilometer. Eigenlijk 3,4. Maar we gaan hier eens even binnen kijken. Lampje aan en gaan. Het is toch altijd leuk om hier een beetje in alle gebouwtjes rond te kunnen dolen op de zondagmorgen. Prachtig mooi. Trappetje op, trappetje af. Goed voor de beentjes. Jongens, één dingetje trouwens, vergeet even niet hè. Even subscriben, even liken en druk even op het belletje. Daar doe je mij hartstikke veel plezier mee. Wij zijn zo weer buiten, denk ik. En dan gaan wij weer een stukje verder door het prachtige, mooie, pittoreske Den Bosch. Nou, bril weer op en daar gaat hij dan. Yohoe!
Kijk, mijn favoriete onderdeel is er ook weer. Het drinkpostje. Heerlijk. Nou, even een lekker kopje water. En dan kunnen wij weer, kunnen wij weer verder. Nou, hartstikke bedankt, hè. Slokje erbij. En door. Done before we even started. So if this is the end now, baby, know that I gave it my all. I believe in us. I won't give up on you. I will be holding on for life. Hope you believe in us. Please don't give up on me. At least give me a try. 'Cause you're the best thing, the best thing. You're the best.
zijn nu bij de Bossen Brouwers aan de Vaart. Gevestigd in het silo-gebouw van Ming Voederfabriek De Heus staat het enige brouwpodium van Nederland. Prachtig toch? Even de kroeg in. Heerlijk. Kijk eens, ze zijn de glazen alweer aan het poetsen. Dus dat komt helemaal goed. En we zijn er alweer door. Het is een leuke belevenis zo dwars door Den Bosch heen. Ik ga even lekker verder rennen. Oh, wacht even. Ik zie dat we alweer een gebouwtje naar binnen gaan. Laten we deze sidecam even draaiende houden. We gaan naar het World Skate Center. Op de tramkade in Den Bosch. Nou, we gaan even lekker skaten, jongens. Komt-ie! Hartstikke leuk om dit zo even van binnen te kunnen zien. En we zijn nu bijna de deur alweer uit. En we gaan onze route weer vervolgen. Bijna 5 kilometer al. En we doen natuurlijk de 10. Ik zie jullie straks wel weer. Yo! Nou zijn we ineens in de plaatselijke bioscoop beland, waar je wel niet allemaal terecht kan komen. Hartstikke leuk, restaurantje zit erbij en dan komen alle hardlopers aan. Oh, dat zijn de echte, dan ben ik niet echt of zo, hoor ik. Mooi, en door. Nou, volgens mij hobbelen we van pand naar pand. Want hier gaan we weer ergens naar binnen. Een concertzaaltje. Wat is het? Prachtig mooi. Grote zaal, kleine zaal. Nou, kijk eens even. Hier kan je normaal de optredens zien. En nu zijn wij er even te rennen. Het is toch allemaal prachtig. Er was nog gangetjes heen, artiesteningang. Hoor dan. En we zijn weer buiten. En we zijn weer binnen. Ik vind dit een prachtig mooi stadje en een leuk uitgeklozen run. Tot zo, jongens.
supposed to never do what's best for me. I was such a hopeless fool. I just kept making the same mistakes, yeah. That was until I found you. You became the middle way between getting no love and getting way too much. I pray that you're the one who cares for me. Cares enough to keep me safe. Just like the sun, you showed me which way I should go. En nu zijn we bij Main Stage. De grootste entertainmenthal van het zuiden, waar alle faciliteiten zijn om verbluffende, grootschalige live entertainment en muziekshows een podium te geven. Nou, laten wij dat van binnen maar eens even bekijken. Kijk eens even. We mogen zo naar binnen, jongens. Prachtig toch? Helemaal niks te beleven. Helemaal niemand. Maar wat wil je ook op een zondagmorgen? Kijk eens. Het is hier aardig duister. Oh, daar hebben we alweer wat verlichting. Mooi man. Ze hebben er wel weer een leuks van gemaakt hier. Ja, is dit nou de Brabant Hallen Main Stage? Ik weet het zo niet. Maar kijk eens jongens. Ze hebben het leuk versierd. En wij kunnen zo weer verder gaan. Want we zijn er bijna buiten. Gaat ie weer. Just like the sun, you showed me which way I should go. Yeah. Just like the wind, you pulled me up when I was low. Keep it locked till we throw it again.
Zo, nou hebben we alweer een heerlijk drankje te pakken. Altijd ook wel even nodig natuurlijk. Een beetje verkoeling mag wel. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Ik ben wel benieuwd wat voor pilsje mij vandaag weer meegebracht is. Maar dat gaan wij zien over een dik kwartier. Nou nog even door jongens.
sitting by yourself on a Saturday night. Elke dag geopend vanaf 12 uur voor lunch, borrel en diner, de Beren. Een heerlijk goeiedag, een leuk kroegje. Leuk om te zien, leuk om doorheen te wandelen. Allemaal tafeltjes, het is meer een restaurant. Volgens mij is dit een soort eetcafé. Even de lens poetsen, jongens. Want het werd mij wat onduidelijk in beeld. Goedendag. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, was even leuk om te zien. De Beren. Voor een lekker hapje en een lekker drankje. Wij gaan weer verder met deze run. Tot straks. Thank you.
Mijn horloge zegt, nog 300 meter en dan zijn we er alweer. Maar ik moet zeggen dat het hier best wel rustig is. Het is net alsof ik een weggetje verkeerd heb afgeslagen. Maar dat is niet zo, want ik zie overal de Urban Trail pijltjes. Ben ik nou zo snel of ben ik nou zo langzaam? Nou, ik denk dat we er bijna zijn. Kijk, we kunnen bij Willem 2 nog even naar binnen. Nou, dat is toch prachtig. De Willem 2 toonzaal nog even op die laatste 5,5 meter, zegt hij. Dus het is iets meer dan de 10 kilometer. Nou, en hier zijn we binnen bij Willem 2 toonzaal. Het zal wel niet veel met het voetballen te maken hebben, maar even meer muziek. Kijk eens even. Prachtig. Leuk. Even een rondje. En we worden alweer dwars door het hele gebouw heen geleid.
Zo. En we mogen weer naar buiten. En ik denk dat dit ongeveer het laatste zaaltje is geweest. En dat wij nu zo richting de finish komen. En dan spreken wij elkaar wel even weer. Dit was de laatste pitstop. Yo! En daar hebben we hem al. De finish. We komen erover. Yay! Woehoe! Gelukt. Ja. Gefinished. Medaille erbij. Wij gaan een lekker tasje met goodies. En we hebben ook nog een full fill. Ik ben echt goed bezig. Heerlijk. Wij gaan naar de afsluiting. Ik heb hartstikke dorst. Tot zo! We hebben het weer gehaald. De KLM Urban Trail in Den Bosch. Het was een prachtige run. Ik heb veel van dit mooie Den Bosch kunnen zien. En wij gaan nu nog met 3 KLM runs meedoen. Het zijn Rotterdam, Delft gaan we nog doen en Leeuwarden. Nou, ik ben aardig toe aan dat heerlijke pilsje. We hebben een mooi tasje gekregen van de KLM. En kijk eens even. Daar is die. Ja hoor. Gappie goudblond is het dit keer. Kijk toe eens. Gappie goudblond, een lekker 5% pilsje. Nou, die gaan wij eens even openplappen. En wij gaan er ook heerlijk van genieten, denk ik. Vergeet even niet, jongens, eventjes subscriben, liken en druk even op het belletje. Dat doet mij heel veel plezier. En wij zijn toe aan ons biertje. Nee hoor, geen geplap. Maar we gaan wel eens even kijken hoe deze smaakt. Een speciaal biertje uit het schappie met veel grollen en af en toe een grappie. Haha. Oh, dit is gewoon een lekker normaal biertje. Heerlijk. Geniet er, man. Ja, deze smaakt hartstikke goed. Zweet druipt me nog van de kop af. En wij gaan elkaar de volgende keer weer zien.
Ik geloof dat de volgende keer in Hardenberg is. Dus we gaan weer helemaal naar het noorden toe. En ja, we gaan geloof ik over 2 weken of zo doen we weer met de KLM run mee. Dus subscribe op dit kanaal. En wij gaan nu afsluiten. En we zien elkaar de volgende keer. Geniet van het weekend. Geniet van de week. En geniet van het leven, jongens. Yo!